gaat. Oh. Hij is doorgebroken. Oh! Hou die je mes! Silva. Should have walked it in or press A. Doet hij het? Perez! Oh, de stop, maar kom terug. Oh, fucker! Oh, fucker, ja. Funny fight miss from both ends, hè. En weer een corner. Oh, I couldn't get my player. Nee, dat schot moeten we snel vergeten. Bloody hell. Ah, balls over here. Look at the ball we got as well. Lever. De bal kaatst weg en is buiten bereik. Is that corner? Oh, I thought it was a corner. So that twice now where I thought it was a throw-in to me, you got it. Then I think it's a corner to you. I get a goal kick. Nee, dat lijkt nergens op. I should change the ball back to what they use today, but I like that leather ball. Ferrari. Stojan. Mercedes. De bal gaat terug naar de doelman. Het publiek begint te fluiten. Oh. Hier kijken we naar de statistieken wat betreft het balbezit. En die voldoen wel zo'n beetje aan de verwachtingen van de wedstrijd. Ja, dat klopt wel, want ze waren ongeveer evenveel in balbezit. Absoluut goed gekozen. Oh. De spanning is om te snijden, Juri. Dit kan een zeer belangrijk moment voor de thuisploeg zijn. Ja, inderdaad, Evert. Ze hebben de kans om de wedstrijd te keren. That's the problem I'm having with it. FIFA need to sort the things out. And the thing is as well, if you're going to have a friendly, you know, after the match, you should not have a table there. It should be just like a friendly where you played, you get nothing out of it. It's just that friendly. What the fuck? En wat wordt daar goed verdedigd, zeg? Hij heeft een sterk schot in de benen. Oh. Hier zit misschien nog een doelpunt in. En dan zijn ze de onbetwiste winnaar hier vandaag. In his. Okay. Ah, oh, shit. I keep saying it. FIFA games are too bloody glitchy. Deze twee teams gaan er nog altijd volop tegenaan. En er kan nog van alles gebeuren. Cruciale tackle. But it gave you some funny moments, though. Oh, fuck it now. Oh. PRS. Oh, fucking hell.